ik ben Stefanie Rega, 22 jaar en ik woon in Sint-Truiden. Voormiddag doe ik de administratie in een woonzorgcentrum in Landen. En namiddag ben ik kinderverzorgster in Sint-Truiden. Ja, ik ben wel graag actief bezig. Lopen, zwemmen, snowboarden. Ja. Ja, die heb ik ook. Ja, we hebben ook pas een huis gekocht. Ja, eigenlijk wel. Van kleins af aan heb ik ook wel sportief moeten zijn. Ja, mijn ouders vonden het wel vrij belangrijk. Nu, ik zelf ook wel. Ja, moet mijn energie kwijt. Ik heb vrij veel energie en ik moet die kwijt. Ja. Ik dans wel graag, maar ja. Omdat ik graag mijn grenzen verleg. Ik wil altijd iets nieuws proberen. Ja, we hebben de mediatraining gehad. Dan hebben we danslesjes gehad, een catwalktraining, fotoshoots. De mediatraining. Omdat Sophie die helpt u echt, geeft u oefeningetjes mee om te helpen ontspannen. En ja, ik ben een vrij stressie, ja, vrij nerveus. Ja. Waarom? Omdat Kim, de organisatrice, heeft mij gevraagd gehad. En ik dacht eigenlijk, ja, laten we maar meedoen. Het is ook nog vrij klein, onbekend. En we moesten geen sponsoring zoeken, er is geen bikini-défilé. En dan dacht ik, waarom niet? Ja. Dan gaan we het bier moeten promoten. Op tal van evenementen aanwezig zijn. En daar moeten we ons, ja... wel, ervoor niet echt, maar het bier, het Walsberger bier, is wel te drinken. Het is heel lekker. Dus ja, ik zie overal het positieve in. Ik ben goed laks. Ik kom altijd mijn beloften na. Ja, dat zijn zo de puntjes. Vooral de persoonlijke ex, omdat je dan zelf kunt bewijzen naar de jury toe. Ik denk in het algemeen over alles wel, maar vooral de persoonlijkheid. Ja. Snowboarden. Daar kun je echt actief bezig zijn van de bergen. Een heel mooi uitzicht altijd. Ja. Een landgraaf in Nederland ga ik dan meestal. En dan op vakantie in Frankrijk altijd, ieder jaar. Ja. Bedankt in ieder geval voor het interview en nog veel succes. Oké, dankjewel.